Het jaar is alweer bijna voorbij en mensen, wat is er ontzettend veel gebeurd. Niet alleen hier bij BioVlog Wild, maar over de hele wereld. Er zijn nieuwe diersoorten ontdekt, nieuwe natuurgebieden aangelegd, te veel om op te noemen. En daarom in deze video een wrap-up van de 5 meest leuke, positieve nieuwsberichten over de natuur van het afgelopen jaar. Voordat we beginnen met die 5 leuke nieuwsfeitjes, wil ik jullie voorstellen aan mijn nieuwe vriendjes. Deze heb ik laatst gekregen van een vriend en het zijn wandelende bladeren. Ik heb er 5, 4 vrouwtjes en 1 mannetje, is hij even blij. Ik heb er alleen nog geen namen voor. Dus heb jij een suggestie, weet je een leuke naam, laat dan een berichtje achter in de comments en wie weet ga ik ze zo noemen. Dan is het nu tijd voor de 5 positieve nieuwsberichten over de natuur van het afgelopen jaar. We begonnen dit jaar met het treurige nieuws dat Sudan, het laatste noordelijke witte neushoornmannetje, was overleden. En dat was heel erg vervelend nieuws, want Sudan was het laatste mannetje van zijn soort. Hij was ook de enige die zijn soort nog kon redden. Gelukkig is het wetenschappers nu gelukt om met in vitro fertilization, kunstmatige bevruchting, een eitje van een vrouwtje van de zuidelijke witte neushoorns te bevruchten met het sperma van Sudan. En dat is heel erg mooi, want op deze manier is er toch nog een mogelijkheid om deze prachtige soort van de ondergang te redden. Nieuwtje nummer 2, waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, is dat er door de Europese Unie in Brussel is besloten dat er een algeheel verbod komt op het produceren en gebruiken van wegwerpplastic. Dus plastic bordjes, plastic bestek en rietjes zul je vanaf 2020 niet meer in de winkel kunnen kopen. En ikzelf en heel veel anderen zijn er super blij mee. Want dit betekent dat er een enorme stap gezet wordt om te zorgen dat er minder plastic in de oceaan terechtkomt. En dat is alleen maar goed. Nieuwtje nummer 3. Helaas zijn er afgelopen jaar ook weer enorme stukken koraalrif afgestorven door de stijgende zeetemperaturen. Gelukkig is er een man in Florida die heeft ontdekt hoe je koraal 40 keer zo snel kunt laten groeien dan in de natuur. En dat biedt ontzettend veel hoop voor het herstel van de koraalriffen die er nu zo slecht aan toe zijn. Nieuwtje nummer 4. Misschien dat je het al wel had gezien, maar een paar weken geleden heb ik een video gemaakt over het gebruik van palmolie en de productie ervan. Want dat is heel erg slecht voor de natuur. Door deze illegale palmolieplantages komen heel veel dieren die er van nature voorkomen in de problemen. En daarom heeft Noorwegen besloten om alle dirty palm oil, alle palmolie die van illegale palmolieplantages afkomt, te verbieden. Niet alleen voor producten die je in de supermarkt kunt vinden, maar ook voor alle palmolie die wordt gebruikt voor biobrandstof. Nieuwtje nummer 5. In oktober afgelopen jaar maakte China bekend dat zij het verbod op de handel in tijger- en neushoornivoor zouden opheffen. En dat zou een enorme klap zijn in het gezicht van al die natuurbeschermers die hun leven op het spel zetten om deze diersoorten te beschermen. Nou, ik was woedend en gelukkig niet alleen ik, bijna de hele wereld voelde hetzelfde. Want in de paar weken daarna ontplofte het internet met woedende reacties op Facebook, Twitter, Instagram. Overal waren de mensen boos op China dat zij dit in hun hoofd durfden te halen. En zij voelden zich daardoor in het nauw gedreven en hebben besloten om het besluit om de handel op ivoor op te heffen uit te stellen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent dus eigenlijk dat we samen sterk staan. Met z'n allen kunnen we een grote partij zoals China op andere gedachten brengen. En als dat geen mooie kerstgedachte is, dan weet ik het ook niet meer. Dan nu, ik heb natuurlijk zelf ook niet stilgezeten het afgelopen jaar. Ik heb ontzettend veel plezier gehad in het maken van video's voor jullie. Ik hoop natuurlijk dat jullie die video's ook leuk vinden en dat je wat meer hebt geleerd over die fantastische wereld aan dieren en planten om je heen. Ik ben in ieder geval ontzettend dankbaar voor alle support het afgelopen jaar. We hebben al meer dan 20.000 views en bijna 300 abonnees. En daar ben ik echt super dankbaar voor. En ik hoop natuurlijk dat jullie mij willen helpen om nog meer mensen naar BioVlog Wild te krijgen, zodat ik meer video's kan maken en jullie alles kan vertellen over de fantastische dieren die wij hier op aarde hebben. Ik ga in ieder geval mijn best doen om elke week woensdag om 4 uur een video te uploaden. Dus stay tuned, abonneer op dit kanaal als je direct een bericht wil hebben als die online staat en deel dit bericht met je vrienden, zodat we misschien nog voor de kerst de 300 abonnees kunnen halen. Daar zou je mij in ieder geval super blij mee maken.
Voor nu wens ik jullie allemaal een super fijne kerst. En neem ook even de tijd om naar buiten te gaan, ondanks deze kou, en te genieten van de prachtige natuur hier in Nederland. Zoals paddenstoelen en dennenappels. En natuurlijk een heel gelukkig 2019. Laat nog even een berichtje achter in de comments met jouw favoriete dier. En wie weet ga ik daar dan een video over maken. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en neem een kijkje bij mijn andere video's. Dit was BioVlog Wild, tot volgend jaar. En te genieten van de prachtige natuur hier in Nederland. Dat is niet wat ik wil zeggen. Waarom is het?